Please try to reboot me to fix the problem. Goed begin. 2 jaar geleden werd mijn dochter geboren. Tijdens haar leven zullen computers en robots een steeds belangrijke rol gaan spelen. Pleased to meet you. Toen ik dit woord eerst zag, dacht ik, wat geweldig, een robot die de Clash speelt. Maar ook, hoe doen ze dat in vredesnaam? En vooral, wat heeft dit voor ons mensen te betekenen? Actually, I have no feelings since I am a robot. Ik kijk naar elke robot met een mengeling van bewondering en angst. In de komende 20 jaar verandert de wereld net zoveel als in de afgelopen 300 jaar. Maar hoe gaan die veranderingen eruit zien? En wie is daarbij gebaat? De rijken? De armen? Of misschien wel alleen maar de robots? Sometimes the customer will want quite a lot. You're so hot. I feel so attracted to you. Dit is de wereld van Robo Sapiens. Jelle Brandt-Korstius duikt in de wereld van de robots. Want binnenkort maken ze hoe dan ook deel uit van ons dagelijks leven. Robo Sapiens, elke zondag 7:15, VPRO NPO 2.